Ja, fijn, dankjewel, Jason. Het wordt het demonstreren daarvan. Papa, eerst moet je dit eruit zetten. Jaden gaat een regel, heeft hij zelf geschreven. Dat mag die onderste regel. Dus ik hou van jou, mama. Jaden, je hebt veel tijd. 1,5 meter. Juist, ik wou zeggen, wat is de regel? 1,5 meter. Ga je zitten. Oeh, poink. Oh, prachtig. Hoe moet je dat dan? Gezet voor je. Ja, dat heb ik net zelf gedaan, schat. Wat mooi. Hey, hallo allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog hier op. Goedemorgen! Iedereen goed geslapen? Ja! Ja? Nou, jullie hebben wel weinig slaap gehad, hè? Ja. Jullie zijn om 12 uur of zo goed slapen, toch? Ja. Hey, dan gaan we lekker ontbijten. Het is al 1 uur. En dan gaan we daarna beginnen met ons huiswerk. Tenminste, ons huiswerk. Jullie huiswerk. Heksenkaas? Ja, ja, dat is heksenkaas. Hier heb je een heks. Proef maar. Ga jij die heksenkaas proeven? Bam! Niet lekker? Ja, mij is. Wil je ook een stuk proeven aan de heksenkaas? Kijk uit dat Jason, dat je geen benen tussen de benen krijgt. Dat is de kaas van oma, dat weet je. Ga je vliegen? Hier? Nee, niet. Niet? Ja joh, ik heb mijn bezem even weggezet. Ik ben zo lekker. Ik ga echt niet proeven aan mama vinger met die kaas. Lekker hoor. Misschien niet wel heel lekker. Je weet niet of het vies is of je het niet geproefd hebt. Nee, aan mama vinger! Ja, mama vinger, hoop niet dan. Nee, maar zo pas je dan weer op. Ja. Mama met de kontje afgeweegd, hè, met die vingers. Want je die is heel vies aangelaken, hè. Die proef van niemand. Kijk dat mondje zo. Moet je zien. Doe. Kijk. Hey, het is pas op als je die grote hoofd hebt. Jongens. Ja, kom maar. Amirim, en je vond het toch vies? Ja. Die heksenkaas. Dat was toch van oma, dat vond je niet lekker. Maar nu wel, hè? Welke vind je het lekkerste, Jaden? Welke saus? Mama. Ja, hoe bedoel maar je mama? Is wat anders. Je bedoelt zelf gemaakte knoflooksaus van mama? Ja. Oh! Ja, dat vind je wel lekker, hè? Nou, ik vind ze allebei lekker, maar deze vind ik ietsjes. Lekker. Mag je lekkerder vinden, schat? Als je dat lekkerder vindt? Op je boterham ga je niet zo gauw knoflooksaus doen, hè? Je moet er niet aan zitten! Wat is er gebeurd dan? Mijn waterleiding is kapot. Waarom zit je er aan dan? De waterleiding stond eerst recht, maar het stond... Ja, maar waarom zit je met je handjes eraan? En nu... Ja, nu is hij kapot. En ik wou... Ja, wacht even. Ja, fijn, dankjewel, Jason. Het wordt het demonstreren daarvan. Heel fijn. Dankjewel. Weet je wat jullie even gaan doen? Ga de woonkamer in en dan gaat papa het wel weer maken. Oké. Wat is er nou allemaal dan? De waterleiding was eerst recht. Toen we heel lang geleden hier kwamen ze de corona. En toen was die nog recht. En nu was die scheef. En je kan hem recht zetten, eens waterleiding kapot. Maar waarom zit je er nou weer in godsnaam aan? Als hij scheef zit, dan vraag je dat aan papa, dan maakt papa het wel recht. Hoef jij het er niet aan te komen? Ja, weet ik. En hoef je toen niet te huilen? Hè? Lachen, ja. Lachen. Ik ga hem maken, want dan was ik nog onderweg. Ja. Ik was op zoek naar het wel, want Jaden begon in één keer te janken. Ik ga er maar even bij hem kijken. Papa, eerst moet je dit eruit zetten. En dan tatten. Ah, die is helemaal los. Wacht even. Lekker, dan zie ik voor opa. Papa. Ja. Weet je. Dit hieronder, die staat scheef. Ja, dat moet ook, schat. Dat moet ook scheef. Maar niet de paal. Jawel. Maar die staat scheef. Ja, maar maakt het niet uit. Maak wel uit. Zo. Nou. Water. Even testen. Ja, hij doet het weer. De waterleiding is
gerepareerd. En wat hebben we nou geleerd? Nooit aan waterleidingen zitten. Goed zo, nou omkleden. Ook bij oma gaat er natuurlijk gewoon huiswerk gemaakt worden. Banaan is alles aan het verdelen. Jason is alvast bezig op zijn tablet met huiswerk. Jelisha, eerder had ik alles uitgeprent en dan moet ik dus echt gaan uitzoeken wat allemaal is. Maar wel fijn dat we originele boeken hebben, dan kunnen we op ons eigen tempo doorwerken. Ja, ik vond dat veel fijner. Jason is bezig met Kenzie, hoe het programma heet. Kenzie. Met de wielen van de bus, hoe de wielen van de bus. Heel veel mensen in de bus zitten. Welke mensen in de bus? En weet jullie zo wat ze nodig heeft? Ja. Probeer maar wat, hij corrigeert jezelf als je het fout hebt. Ja, Veep. En? Veep. Heb je hem goed? Ja, goed zo joh. Kijk mama, ik heb één fout. Oh, en de rest is allemaal goed? Ja. Netjes, dan gaan we verder. Zo. En dan hebben we veilig. Oh, wacht, het is allemaal. Jalisha's een huiswerk. Ja, ik heb er al af, maar ik heb dit vergeten. Oké, goed zo. Ik zit al een echte huiswerk in school. Iedereen denkt. Ja, mooi hè, we hebben je eigen boeken gehad. Ja, dus iedereen denkt, Jason, je loopt echt heel erg achter. Ja. Nee, ik heb de goede. Ik had zei je. Okay. Ik word steeds beter erin. Jij wordt steeds beter. Wat ik doe, is een trucje. Ik doe de eerste letter. Hij geeft de rest van het woord. Is voor hem, zegt hij, minder pijn in de hand. Wat moet zij dan nog allemaal doen? Er zijn zo weinig bladzijden. Je moet hem afmaken, ze hebben allemaal kruisjes gezet. Ze weet niet hoeveel kruisjes. Nee, de kruisjes staan. Ze vindt het wel leuk met jou. Nee, de kruisjes staan, dat doe ik. Dan weet zij wat gedaan moet worden. Dit is één opdracht. Jaden gaat een regel, heeft hij zelf geschreven. Dat mag die onderste regel. Lees, ik hou van jou, mama. Kijk, oma. Ach, wat lief, zien we dat jij het allemaal wel kan. Ik. 35, doe je nee, niet. Dat heb je van mama. Ik hou van jou, mama. Mama. Nou, dan zeg je jong. Oh. 25. Van jou. 28. Kusje. Kijk, het lukt het nu alweer, hè, jong? Ja. Maar ben ik klaar? Nee, jij nog. Kijk eens. Met deze kan ik niet doen. Nee, schat. Nee. Dan moet je nog deze en deze. Twee. Hebben jullie even zin om met mama naar het park te gaan? Ja. Ja? Zullen we dat gaan doen? Ja. Nou, hobbelen maar. Nou, wie drukt er op de lift? Ik. Hey, papa. Jee, je hebt veel tijd. Hey. 1,5 meter. Juist, ik wou zeggen, wat is de regel? 1,5 meter. Ik weet precies. Wat mama gaat vragen, hè, Jaden? Ja, ik het ook. Maar wat bedoelen we met 1,5 meter? 1,5 meter afstand van mensen. Ja. Oké, niet de vingers in de mond, hè. Mama heeft ontsmettingsmiddel in de tas zitten. Ja. Namelijk, dit is bij de zuster Ruben. Dus 5 minuutjes van de moeder van Ruben af. Dus het is heel kort, maar het is allemaal nieuw gebouwd. En ze hebben van alles voor de kinderen gedaan. Ja, mijn schoonzusje die zou zo meteen ook nog naar buiten komen. Dus ja, heel eventjes met de kinderen een frisse luchtje pakken, want ja, anders zit je ook maar zo binnen. En voor de kinderen is het natuurlijk ook goed. Moet je zien jongens, wat Jelisha groeit. Kijk eens wat een kopverschil. Draai eens Jelisha. Kijk eens man. Hey, jullie verschillen en jullie hebben totaal heel hoofd. Dan zijn jullie allebei net zo oud. Gek hè? Wip, wap. Wip, wap. Wip, wap. Ah, oh, wat cutie! Ja! Camera schuw! Ga je zitten! Ho! Poink! Kikiboe! Ben je er klaar voor? Ja! Hou je goed vast! En daar gaan we! Hoe? Ik ben niet papa! Oh, papa! Die doet het heel hard. Stop, stop. Zet hem op rem. Doe je ogen dicht. Zet hem op rem. Ja, doe de ogen dicht. Nee, stop maar. Stop. Jaden, doet je Lisha stoppen. Kan je dat? Of lukt je dat niet? Mama, alsjeblieft. Ja, jij zei harder en harder. Ik dacht, dat gaat mama niet zo lukken als papa. Nee, ga niet. Zo, Jaden. Jaden, ja. Wat zeggen we dan? Oeh, hij gaat wel heel hard. Hoe, Jelisha?
ik ga heel hard. Angie, dan ben je nog niet bang? Nee. Ben je nog niet best? Wat ben je dan? Daar schrik ik me denk te vallen. Ja, wat ben je dan? Nee. Oh, ik kan dit niet meer houden. Gina, wacht. Stop maar, Julissa. Ik kan het niet meer houden. Nou, hey. Dat was cool. Ja. Dat ik niet op kom. Goed zo, kerel. Kabelbaan gaat worden. Ja. Denk je dat? Ga je het zonder slippers proberen? Ja. Nou, succes. Kijk hoe ver je komt. Wacht, wacht. Bij deze wijntjes is het wel gelukt. Om super hoog te komen. Ja, probeer maar. Je hebt aan de grote meid. Julissa gaat proberen omhoog te komen. Lukt het niet? Ik heb mijn benen moeten. Maar, ik moet bij het hoogste komen. Ja, daarboven kan je dadelijk al vastpakken. Zie je, dat is zo'n gat. Ja, ja. Ja, hé, hey, kijk eens, Julissa. Tante Monica. Julissa is al boven. Ja, hier ben ik. Tante Monica. Zal ik hier op de kont staan, zo? Hoppa. Laat me naar beneden, dat is zo mooi. Ja, kom. Goed zo. Zie je dat je kan? Hé. Hey. High five. Stoere meid. En daar gaat hij dan. Zie je wel dat je kan? Maakt niet uit, die rappen we zo wel op, jong. Hé. Hey. Nou, hou jullie goed vast. Wacht, wacht. Ja? Niet zo snel. Ah, ze gaat niet zo snel. Nee joh, je valt daar niet zomaar vanaf. Mama, zullen we kijken bij de boerderij als er dieren zijn? Ja, zullen we dat gaan doen? Ja. Nou, kom. Met onze tante. Met onze tante. Zie ik eruit als een beest of zo? Nee, jij gaat mee kijken. Oh, naar de dieren of noemen wij een ezel? Dieren, ik dacht even, ze zegt... kom, tante. Tante is een ezel. Jaden. Ja? Wat zijn dit voor een dier wat je hier ziet? Een eetgeitje. Wat zijn dit? Eet een geit. Dat is een geitje, ja. Maar nee, ik heb het over daar. Kijk eens naar mama. Kijk eens. Ik heb het over daar. Wat is die aaien? Wat zijn dat achter voor een dier, Julissa? Waar? Daar. Koeien. Nee, hoor eens. Een schaap. Goed zo, Jaden. Kijk eens, ze komen allemaal bij jullie kijken. Je mag ze wel aaien, een beetje. Kijk, Julissa, kijk. Kijk. Kijk, zie je dit? Je moet je vinger zo doen. En dan kan je ze zo kan je ze een beetje aaien. Ja. Als ze niet willen, moet je het handje weg doen, Jaden. En dan gaan jullie zich een beetje gras voeren. Ja. Kijk hoeveel jullie er nou hebben. Grappig, hè? We zijn nu voor. Ik heb kalkoenkop naar binnen. Ja, zullen we langzaam maar straks gaan teruglopen dan? Ja. Oké. Okay. Mama, ik vind het dat nu van kalkoenkop mooier geworden. Ja, bent je mooier geworden? Ja. Er is veel meer te doen nou, hè? Mm-hmm. Het is jammer dat het zo koud is. Ja. En dat wij de zomerkleertjes aan hebben. Het is nou maar 13 graden, dus... Nee, schat, het is niet echt warm, maar we gaan lekker opwarmen binnen. Ja. Kom maar. Oh. Nou, schat, we zijn weer home. Bij oma. Ja. Mijn moeder wilde nieuwe keukenstoelen. En heeft ze mij gevraagd om nieuwe stoelen te gaan halen. Heb ik gedaan. Kijk eens wat prachtige bouwpakketten. Maar mag ze ook meteen in elkaar zetten. Hippie hoera. Wat een leuk klusje. Ik hoop dat het me gelukken. Moet het doen zijn. Kijk, staat denk ik de bloemist voor de deur. De bloemist ernaast. Ja, ik wil eigenlijk zo'n bos. Ja, ik kan hier goed... jullie erbij houden. Dat is even een dikke bos. Dat is gelukkig wel bij. Ah, kijk, nu ga ik nog een kamer in. Ik ken eigenlijk zo een paar van die... Nou, vorige week is dus moederdag geweest. Ja, dus hij is natuurlijk niet hier geweest. Maar had ze natuurlijk nog wel iets te goed van ons. Dus we hebben een mooi bosje om samen te stellen. Dus ik ben benieuwd hoe het zo meteen gaat worden. En we gaan nu naar binnen smokkelen. Hier de deur. Kijk, ik heb hier een sleutel, die mag ik openmaken. Ja. Dat is maar van zaak, zeg ik, toen hoe je weg wilde jij. Ja. Ma! Waar ben je dan? Oh, prachtig.
Goedemorgen nog. Ik heb elkaar gezet voor u. Die heb ik net zelf gedaan, schat. Wat mooi. Die heb ik allemaal zelf ook uitgezocht. Maar dan mag die verwarming wel uitzetten. Ja, als je hier blijft staan, want toch even in de woonkamer neem ik aan. Is het niet een bos? Prachtig. Mooi. Dankjewel. Nog voor moederdag. Ja, dankjewel. Nou. Ja, in overtraining corona. Heb je die ook uitgezocht, hè? Papa, mag ik Kila helpen? Jij mag mij helpen. Ik heb wel twee kinderhandjes nodig eigenlijk. Kijk, zometeen moet hier schroef ingeschroefd worden. En dat is een vrij klein stukje. Papa heeft de grote handen, maar jij hebt van die fijne kleine handjes. Dus dat kan je heel goed zometeen. Maar hier zit splinters. Ja, ben je bang voor een splintertje dan? Ja. Waarom? Omdat ik wil geen splinter in mijn hand. Ben je nou een man of niet? Kijk wat je kunt gebruiken. Papa! Zie je? Ik ga zorgen dat jij splinters in je handen krijgt, ja? Ik ga met dit ding. Zie je, Jayden sloopt niet alleen maar Jayden kan ook dingen maken, hè schat? Ja. Het is gewoon kinderarbeid dit. Nou, ik heb nog drie stoelen hierna, dus succes ermee. Ik ga even op de bank liggen. Is dat goed, Jayden? Nee. Nee? Oké, dan ga ik jij mee moet het ook. Maar ik krijg het elke keer. Nee, krijg ik het wel. Ja, je kan het net niet ronddraaien. Je moet het gewoon iedere keer loshalen. En wat vind je ervan, man? Eerst staan we om elkaar voor je, hè? Mooi, mooi. Knap, hè, dat ze dat zo kan zien. En ze kijkt naar de muur, ze is mooi, mooi. Nee, wij hebben ze toch al gezien. Heb je gezien hoe de grond eruit ziet daar, van die stoelen? Van die andere. Kijk dan, al die plekken eruit. Oh, hier die witte puntjes. Ja. Ah, vandaar dat ze dus die nieuwe schoenen wilden hebben. En goed strak aandraaien, hè, joh? Ja. Dat ik niet meer verder kan. Echt kei strak. Goed zo, knap. Waarom moet zo trots op je zijn? Ga je tegen oma zeggen, ik heb die stoelen voor Anna van jou gemaakt. Ja. Papa! Ja! Is de box gesport, hè? Nee, gewoon weg. Dat is zeker. En daar is deze weg. Help! 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 Nee, je moet deze kant op lopen. Je loopt de verkeerde kant op. Nee, deze kant. Ja, loop maar. Ja. Hallo. Dag. Dag. Hé, die zag je niet aankomen, hè? Het is een robot. Het is Jason. Jason de robot. Hé, als we nou geel maken, dan ben je SpongeBob. Hij woont in de ananas, diep in de zee. SpongeBob SquarePants! Het is wel leuk voor met de carnaval. Hey, SpongeBob! Knock, knock! Hallo! Wie is daar? Ik ben SpongeBob! Heb jij SquarePants? Hé, dat is Patrick Ster. Oh ja? Ik voel nu voor mijn ogen! Niet meer! Kikkeboe! Kikkeboe! Leukste combi, je mag hem helemaal in elkaar schoppen. Yeah, boy. Oké. Kijk, dat kopje ook, hè. Stoppen. Ik doe, ja. Nee, ik doe dat met... Stop, ik doe! Zo, kijk. Stop. Ik weet het serieus. Stoppen. Het is je moeder niet, hè. Het is je moeder niet. Je weet of een mama is, joh. Kom, schroep eens harder. Opgegeten worden door een kartonnen doos. Plastic moet het trouwens even apart houden. Je moet eigenlijk ergens anders weggooien. Ja, ik ben daar nog een keer. Ja. Een nieuwe doos. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Lekker, maar er liggen wel gat in, hè? Ik ja. Bang? Stop, ik ben ja. Dat waren de slippers tegen me aan. Is je weer zijn voet kwijt. Wacht, en nu ga ik me echt alles sterkst doen. Oh, daar zit een grote druk in.
Oké, nu was het stap, nee! Kijk, we staan, joh. Onze Marta Combat player. Ja, die is uit elkaar. Ja, alles erin. Alles erin. Oké, alles zit erin. En nu de stoelen. Ja, kom maar, soldaatje. 1, 2, 3, 4. Doe het op de maat. Want ik ben een soldaat. Ik ben een beetje naar voren. Ja, pas maar op voor die auto, anders heb ik een probleem. Oh, ik ben de sleutels vergeten. Wil je die even halen? Met deze stoel? Ja. Die moet je even mee terugnemen dan. Eindje. Nou, die gaan mee naar huis. En dat was het meer voor vandaag, hè? Ja, vind je het een leuke video? Doe een like, vergeet een belletje, klik aan de andere kant. Zijn we er. Doei! Dag! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè? Tot de volgende keer!